Ja, wel iets. Ik ben benieuwd hoe je daar dan mee omgaat. Want ik werk zelf als psycholoog, dus ik hoor heel veel drama, problemen van mensen de hele dag door. Ja, vreselijk. Je zegt zelf van, alle drama, niet bij mij in de buurt. En toch zit je hier met 40 mensen. Bijna online drama is dit. Dat valt toch mee? Misschien valt vanavond wel mee, maar we zijn niet verlicht. Dus op een bepaalde manier zitten we in drama. Dat is waar. Dat is toch een soort van paradox, dat je zegt van ja, niet bij mij in de buurt. Toch wat ik daarmee bedoel is, als iemand dus, er gebeurt zoiets en die gaat daar uitvoerig over praten, dan mag gewoon gerust 1 minuut. Ja. Oh, mijn relatie is uit. Ja. Ik vind het heel erg goed zo, stop daar. Ja. En niet van, en hij deed dit, en dat was toen ook al zo, en weet je wel, ik ga daar niet een half uur bij zitten bij dat gezeur. Nee. No way. Nee. En dus dit is verdraagbaar voor jou, zolang er gekeken kan worden naar... Ja, uiteraard. En daarom ben ik blij dat ik geen psycholoog of therapeut ben. Daar bleek ik, dat was ik wel, therapeut, maar daar bleek ik dus zeer ongeschikt voor. Omdat het gewoon zo snel stopt, weet je wel. En de grap is ervan, maar dat kun je niet faken, maar dat is gewoon heel veel gebeurd. Ik ben bij mensen geweest die gewoon ter plekke een panic attack hadden en allerlei heftige shit. Nou, echt binnen 2-3 minuten is het over, hoor, bij mij in de buurt. Omdat ik namelijk niet meega, niet tegenin ga, ik reageer totaal anders dan de meeste medemensen die gaan zitten meeresoneren. Hier gebeurt gewoon geen fuck. Ik ben. Ja. En die drama's kunnen daar niet tegen. Wel tegen mee rammelen. Ja. Snap je? Want als je zegt van bij mij gebeurt geen fuck, want als je dat zegt, dan hoor ik je ook zeggen van ja, maar niet bij mij in de buurt. Dus dat impliceert bij mij een soort van beweging van... Als iemand door zou gaan lopen ouwe hoeren daarover, dan ga ik of weg, of ik zeg iets waar die niet blij van wordt. Ja. Ja. Maar op zich verschijnt het toch gewoon? Ja, uiteraard, maar mijn reactie toch ook? Ja, dat ook, ja. Ik heb daar geen zin in, al dat gezeur. Dat is gewoon heel simpel. Is het dan vanuit ego? Het maakt mij niet uit, noem het maar iets, maar ik heb daar geen zin in. Ook om de simpele constatering dat het gewoon totaal niet effectief is. Dus soms moet iemand even met iets komen, maar dat is echt vrij kort. En dan kan die gewoon over op een veel volwassener modus. Terwijl wat wij gewend zijn te doen vanuit onze, laten we zeggen, kleuterhouding, is het drama aan de gang houden. En dan denken we dat we een goed gesprek hebben gehad. Van, hoe kan je vrijer zijn? En hoe kan ik niet in mijn oordeel blijven? Hoe kan ik niet in mijn reactie blijven? Kijk, het leuke is van, wat er gebeurt is gewoon wat er gebeurt. Dus... Let een beetje op die bandbreedte die erbij komt, die er iets van zit te vinden. Hier observeer ik gewoon dat de reacties die komen gewoon, maar er is geen commentaar op. Dus er zijn ook in die zin geen regels. Dus de ene keer zit iemand te jammeren en dan komt er een lompe reactie. En de andere keer krijg ik die zo'n knuffel dat die stilvalt. En de andere keer dan schiet ik in de lach. I don't know. Maar ik heb daar geen enkel idee over. Wat ik wel weet, en dat is die constatering, dit soort drama gebeurt niet in mijn buurt. Nog niet eens dat het niet mag. It just doesn't happen. En is dat dan waarschijnlijk omdat je transparant bent of zo? Ja, omdat ik dus dingen bijvoorbeeld niet zielig vind. Als jij gewoon aanwezig bent, verder niks. Dan is het de aanwezigheid die een reactie geeft op de situatie. In het andere geval is het een iemand die een reactie geeft. En iemanden zitten altijd zelf vol met allerlei onverwerkte dingetjes. Met allerlei Walt Disney verhaaltjes over hoe het leven zou moeten zijn. Met alle teleurstellingen en projecties die daarbij horen. Zodra ze in contact komen met een boos of verdrietig iemand, gaat dat allemaal mee rammelen. Als jij gewoon bent, dan rammelt er helemaal niks mee en die ander die loopt vrij snel leeg. Al je troep is ego. Maar ook resoneren met iets. Ja, uiteraard, want je bent feitelijk gewoon dat. En dat resoneert helemaal niet. Ruimte resoneert niet, zou ik maar zeggen. Dus het hele iemand ding, als je daarna gaat kijken, it's a construct of pain.
Het is totaal niet relevant waarom. Behalve in de zin, kijkend nu. Wat gebeurt er nu? Niet waarom of wat is de oorzaak. Want dat is een verhaaltje. Nu. Kan ik nu ontdekken wat er nu gebeurt? En daar zo bij zijn dat het uit elkaar lazelt. En daar heb ik dus weinig denken bij nodig. Eigenlijk liever niet. Hooguit om er naar de hand iets over te zeggen. Dus als iets totaal, laten we zeggen, in het licht van bewustzijn valt, dan sterft het. Dan valt het uit elkaar. Anders wordt er over geouwehoerd en getherapeutiseerd. En nou, dan ben je jaren bezig. En die ik vind dat fantastisch, want die krijgt alleen maar voeding. Want die wordt serieus genomen in zijn zielige geschiedenis. En nou ja, wow, Jesus. En als je wil, kan het zich om te laten... om te laten stromen, te laten vallen, dan zie je wel wat er gebeurt. Ja, dat is altijd zo. Je zit eigenlijk niks anders dan te zien wat er gebeurt. Dat is wat je bent. En dan projecteren we er een iemand in, die zit niet te zien wat er gebeurt, maar die wil het doen en beïnvloeden en sturen en controleren. En dan begint het allemaal messy te worden. En dan heb je allerlei regeltjes nodig en strategietjes en weet ik veel wat. Als je gewoon bent, heb je helemaal geen regeltjes en geen strategietjes nodig. Alles gaat vanzelf. En dan ben je erbij. Wat er ook gebeurt, je bent erbij. Het is in jou. Weet je, het staat niet los van je. Het is in je, een beweging in je of door je heen. Weet je wel, wie of wat moet dat controleren? Ego wil altijd zinnige strategietjes. Nou, in mijn beleving, om het maar even simpel te houden voorlopig, de beste strategie is geen strategie. En gewoon kijken wat er gebeurt. Dat is ook veel interessanter ook. Anders moet je je overal druk om maken de hele tijd. Nou, dat heb ik geprobeerd jarenlang. Ik werd er heel depressief van. Dus ik had zoiets van, nou, dat vind ik niks. Nee. Nou, op een bepaald moment heb je daar zo genoeg van, weet je wel, dat het gewoon uit elkaar valt. En dat je gewoon leeft met wat is. En je ziet gewoon al die figurante dingen doen, inclusief deze. Ja, en het reageert dan op elkaar. En het maakt niks uit, want dat, die compleetheid of hoe je het wil noemen, is er gewoon de hele tijd. En dat heeft geen donder te maken met harde of zachte muziek, of lekker of vies eten, of wel of geen relatie. Of... Daar gaat het helemaal niet over. Waar gaat het dan over? Over dat. Over dat wat is. En wij denken allemaal dat we gelukkig gaan worden, zal ik maar zeggen, als we onze relaties op orde hebben en onze centjes en de gezondheid en de kat is verzorgd en weet ik veel wat. Als we dat allemaal hebben, dan word ik blij. Maar het zit, de grap is nou net dat het net andersom zit. Als je realiseert wat je bent, je ontdekt jezelf als dat, is die compleetheid er de hele tijd. En daarbinnen gebeurt dan werk en gezondheid of ongezondheid en relatie of geen relatie. Maar dat verstoort die compleetheid niet. Als je ontdekt dat je bewustzijn bent. Yes. Kun je daar op iets aan doen of ga je dan vanzelf? Nee. Het enige wat je kunt doen, voor zover je iets kan doen, zolang je denkt dat je iemand bent, is jezelf goede vragen stellen. En proberen echt op een eerlijke manier naar iets te kijken. Dan kan het zijn dat er iets mee komt wat het onderwerp je vernietigt. Daarom is het eindproduct van zelfonderzoek, dus werkelijk ergens mee bezig gaan en erin afdalen, als dat slaagt, is dat stukje wat je onderzocht daarna weg. Je hebt niet een mooi antwoord gekregen of een leuke spirituele term of iets dergelijks. Nee, het onderwerp is vernietigd. Dat is de uitkomst. Dan weet je dat dat stuk onderzoek geslaagd is. Ik vraag me af, met zelfonderzoek kun je een voorbeeld geven? Want je gaat natuurlijk
Nou, heel simpel. Jij denkt dat je iemand bent. Je dat is afvragen. Klopt dat wel? Wat is dat, iemand? Hoe zit dat in elkaar? Waar bestaat het idee, de overtuiging uit dat ik iemand ben? En dat zoek je uit totdat het totaal helder is. Dus niet een keer een half uurtje over nadenken, dat is geen onderzoek. Weet je wel, diepgaand, grondig, net zo lang doorgaan totdat je ontdekt hoe het zit. Het is niet leuk. Ik raad het af. Ik zag echt dat ik beschikbaarheid was. Goed. Maar dan ben ik er nu ook. Altijd. Altijd. Die openbaring nu is er niet. Nee? Nou en? Ja? Nou en? Nou ja, dat wil ik natuurlijk. Ja, maar precies. Dus nu verschijnt in die beschikbaarheid die jij feitelijk bent, ja, weer een ik-figuur die iets wil claimen. Ja, ja. Waar die helemaal niks mee te maken heeft. Dus observeer deze beweging gewoon. Mm-hmm. Die gebeurt in die beschikbaarheid. Mm-hmm. Ja, dat zie ik wel. En de grap is, van als je naar zo'n beweging kijkt, dan kun je het object volgen. Dus die ik die iets wil. Maar je zou ook net even ernaast kunnen kijken. En dan zie je niets. Niets? Niets. Openheid. Stilte. Afwezigheid van verkramping. Beschikbaarheid. Niets is een ander woord voor beschikbaarheid. Net naast het object is de beschikbaarheid. Ook in het object, maar goed, dan zien we dat niet, want we kijken naar de schil. Maar als je er net naast kijkt, man, de beschikbaarheid is oneindig. Weet je niet nu of dat een voorstelling is of dat het echt zo is, dat ik het zie. Nou, dat is ook te checken. Dus kijk even naar de voorstelling en voel er dan naast. Iedere voorstelling wordt waargenomen. Mm-hmm. Right? En wat waargenomen wordt, is altijd in dat. Ja, zo. Dat kan niet anders. Ja. Het is gewoon. En het is even niks anders eigenlijk dan een soort lichtelijk opmerken. We hoeven er niet naartoe of te gaan zoeken, want feitelijk zijn we erin. De hele tijd. En het is in ons. Binnen leeg, buiten leeg. En een paar gedachten. En een gevoeletje. En een microfoon. Basically, it's all emptiness. Met een heel klein beetje beweging. En wij proppen ons hele leven in dat beetje beweging. En daar zitten we dan constant over te jammeren. Het is echt niet te geloven. En die beschikbaarheid maar wachten, weet je wel. En die is helemaal compleet. En zodra je die maar even 5 seconden voelt, beantwoordt dat al je verlangertjes. Je voelt je helemaal compleet en helemaal heel en helemaal oké. Okay. Wat geen enkele relatie of centjes of weet ik veel dingetjes je kan geven, krijg je gewoon gratis. Maar nee, waar rennen er weer vandaan? Actie! Er moet wat gebeuren. Er moet brood op de plank. Of ik ben al 3 jaar met die, weet je wel. Dan zong die ook alweer, doe mij maar weer een ander, ik verveel me nogal snel. De hele tijd is het er. Free.